Even kijken, hoe moet het ervoor staat bij. Nee, wat ik nodig heb. Haver. Ik heb een tarwe en een veld gerst. En doe ik nog een veldje haver natuurlijk. Ja, voor de rest denk ik kan we wel genoeg hebben. Jawel. Ja, een veldje haver. Of Bergman hebben wij toch ook wel eens gespeeld in 19. Wat hebben we daar gedaan? Of Bergman gespeeld. Bergman. Volgens mij, ja, dat weet ik niet aan mijn hoofd aan. Nee. Weet ik niet. We waren volgens mij wel aan het kutten met die met die beesten. Oh ja. Was dat bij dat bij Hof Johnson's Farm. Ja, dat was Johnson's. Johnson's Farm. Zit hij er weer in? Met één en zo. Ja, maar dat werkt wel hoor. Oh. Oké. Okay. Die ben ik nou aan het spelen. Die ben ik ook aan het spelen. Ja, ja, ja. Af en toe. Ja, voor jezelf. Ja. Oh ja, nee. Dat... Dat is ook niet zo heel erg groot. En ook een beetje fatsoenlijke velden, of niet? Ja. Maar ik heb een beetje hekel aan al die hoekige velden en rare tafereel op zo'n map. Je wil liever alleen maar vierkant hebben. Ja. Is dat moeilijk genoeg? Ja, dat is waar. Daar hebben we het al druk genoeg mee. Als je in de buurt van mij rijdt, dan hoor ik hem aan de lijn schakelen. Ja, dat kan. Die GPS. Dat zou heel goed kunnen, anders zit ik dichtbij, hè. Kun je geluiden horen? Ja. Klaar. Oh. Volgende lading halen. Oh, de lading is op. Ja. Laat het spreken.
Alles verkoop. Half veld ongeveer. Ik er ook weer in zit. Oké. Ja, af en toe met de bloed op z'n drukken, ja. Ik druk op toetsen en ik ga inklappen. Ik denk van, huuu. Dat is niet goed. Andere toetscombinatie alsjeblieft. Yes. Rij gehad? Yep. Oké. Ja, WGA. Ja. Ik had
dat de enige optie is. Ik denk het ook wel, ja. Misschien een contact met mijn stem? Nee. Duizend liter, noem je dat? Drijfmest. Oh ja, dat hebben we ook nog een beetje van je. Ja, de volgende keer. Ja. Als we moeten bemesten. Ja. Als het hoogst is, kunnen we het eroverheen gooien. Dus. Zijn er nog interessante contracten, weet niet? Ja, alleen cultiveren. Oh nee, dat is niet interessant. Dat is het enige contract dat er is. Zo. Ik heb nu niet voorrang. Veld het erin. Dus nu is het echt goed, is het land volledig bemest. Als goed wel. Oh, kijk hier. Ja. Alle drie volledig bemest. Enkel 33 moet er nog een keer.
Maar dat is een latere zorg. Daar heb jij nou één keer geweest, of niet? Dat is één keer bemest. Ja. Ja, ik weet ook niet wat je er anders aan moet doen. Ik ook niet. Laten we het zo. Oh, dat is enkel cultiveren, ja. Veld 28, zeker een groot veld. Oh, dat valt mee. We hebben een cultivator dus. Ja, dat is mijn klein cultivatortje eigenlijk. Wat ik wel durf, is die kleine ventrekkertje, die trekt hem net. Gewoon op arbeider erop zetten. Ja. En mijn vriend die gewoon wat vragen ze eigenlijk, wat levert het eigenlijk op? Gaat hij niet? 5000. Nah, moet de moeite niet. Nee. Laat maar doen nog hoor. Ik wil eens kijken wat we zelf nog kunnen doen. Wij hebben hier nog 19.000 melk staan. En wat hebben die fabrieken nog aan melk nodig? Bakkerij heeft niks nodig. Ik kan nog wel een tank naar de productie van de kaas. Dat kan ik nog wel even doen. Heb je op deze camera? Ja, zit het erop? Ik zie geen afbeeldingen van dat die. Ach, heel graag tuur. Het zat er wel een beetje. Oh. Niet zijn arbeid erin gebied. Nee. Tankje melk naar de verkoop. Thank you.
dat is die. Nou, oh, dat hebben allemaal geen nut. Ik kan het melk niet bij de boerderijwinkel brengen bovenin. Dan wilt hij het niet hebben. Nee. Dat moet per se bij de bakkerij of bij de zuivelfabriek. Nee. Ja, ik heb het nog niet geprobeerd, maar het staat niet in de verkooppunten. Nou, als het er niet bij staat, dan hoef je het ook niet te proberen ook. Nee, daarom. Nee. Bakkerij en kaas alleen. Ja. Zij zo. Even kassen kijken, goed water in. Water 6,7 liter. Ja, dat zijn nog wel genoeg. Moesten de dieren toevallig eruit of niet? Even kijken. 0 maanden oud, 4 maanden oud, 27 maanden oud, 15 maanden oud. Echt gezondheid. Dan moet Nee, de productie is van ook niet allemaal even hoog. Die van 17 doet helemaal niks. Van 17, van 27 maanden. Ja, 17 maanden ook niet. Kippetjes. Oh, de kippen heb jij het over? Ja. Ja, ik had even de koeien te kijken. Oké. 8 maanden. 50%. 17 maanden 0. Ja, die van 27 maanden, die moet je er gewoon, uithouden. Ja. Die gaan helemaal niks meer produceren. Nee, die koeien kunnen sowieso eruit. Die 27 maanden. Dat ga ik eerst even doen. Dat zijn deze. Dat zijn er 20, wat goed is. Ja. Verkoop, ja hoor. Hopla. Dat is opgelost. Maar die produceert toch niks meer? Nee. En de rest produceert allemaal nog, dus. Ja, en dan zouden die kippen ook nog wel eens kunnen. Die van 17 maanden, ja, dan kun je nog even aankijken of ze wat doen, maar volgens mij niet. Nee. Ik verwacht het ook niet, maar
gezien. Zes, tien, vier, drie. Ik denk dat we het beter uit kunnen gooien. Ja. Het levert niet veel op, maar toch. Kijk, weg zijn ze. Ik heb beter koeien houden, leveren meer op. Mm-hmm. Ja, de koeien wel, maar de kippen is weer goed voor de eitjes. Ja, dat is waar. En net als de schapen, gaan die ook nog wat, is dat puur enkel maar wol? Of is dat te veel product, productie wat daarvoor moet hebben? Of qua eten en zo? Nee, voor mij is dat alleen maar gras. Oké. Okay. En ja, en hooi volgens mij. Maar voor de rest niet veel. Ja, ja, ja. Gras en hooi staat erbij. We hebben daarnaast water nodig. Ja, maar niet als het op de... Oh, ja. Hier op dit, op deze... Mal hooi hebben. Oké. Okay. Nee, ze zijn niet goedkoop, nee. Dat klopt. 4,88. Of je moet zeggen, doe een lammetje, dan duurt het nog een poosje. Maar dan heb je er ook geen opbrengst van ook. Hm. Hey. En hoe zit het met varkens? Dat is natuurlijk enkel maar kweken en als ze groot zijn weer verkopen eigenlijk. Ja. Dat is ook niet echt de moeite. Nee, ja, jammer dat je nog een slachterij hebt. Nee. Daarom dacht ik van misschien een update van die map al is, maar... Ja, ja, ja. Dat zou nog kunnen een keer. Ah, oké, okay, laten we het gewoon even zo teasen en dan kijken we later nog even of we nog meer kunnen. Ja, precies. We zouden eventjes een nacht kunnen door. Gaan om te kijken wat er dan veranderd is en wat er verbeterd is. Ja, dat kan. Ik vind het best, doe dat maar. Nog steeds geoogst, of geoogst. Ja, nee, dat is dus niks waard. Nee. Helaas. Dus dat kan maar... Veld 13 kunnen we eens even verkopen. Wat denk je daarvan? Veld 13? Kunnen we dat wel kopen? Nee, kan niet. Dat is te groot. Ja, dat is een aardappel, ik denk van dan hebben we wat. Ja. Is er anders nog een kleiner veld? Ja, dat is... Veld 16 zijn ook aardappelen. Hoeveel 44 zou ook kunnen, of 47? Dat zijn wel grote landen, no?
Ja, die kunnen we sowieso niet kopen. 47. Nee. Bijna 800.000 euro. Helaas. Alleen veld 16 zou je kunnen kopen. Of zijn er nog 200 andere die mega. interessant zijn? Zijgebied heeft nu aanrust. 35, veld 21. Veld 38. Dat is onder 37 waar we het ook al hebben. Ja. Dat is suikerbieten op. En daar hebben we ook Nieuws. wat aan. Ja. En dat is ook Dat betaalbaar. Ja. is ook betaalbaar, ja. Daar hou je nog wat over. Ja, dat bedoel ik. En En de status we hebben al. is, hij is op de helft van groeien. Ja. En En de moeten we nog. bemesting is vol bemest. Dus als we die nou kopen, Ja. zou En zeggen, weer een nacht overslaan. ja, hoe dat komt vandaag toch verder niet aan toe. Nee, dat is waar. Pakken we dat de volgende keer erbij en doen we nu alvast kopen. Anders vergeten we Ja. het de volgende keer. Koop jij hem? Koop ik hem? Hij is al gekocht. Is al gekocht, Oké. kijk. Okay. Nou, het geld is gelijk op. We hebben 4 ton begonnen en nu hebben we niks meer. Nou. Ja, jawel. Oh, sorry. Contracten kunnen we nog even zijn er niet meer. kijken of. Nog even kijken of, met. Meneer Bakker. Al wat aan de gang is. Bij de fabriekjes, of daar nog wat Ja. werkt. Meel is vol. De meel, ja, bij de bakker kan nog genoeg brood bij. Dat is nog lang niet vol. Kaas en boter staat er ook wel wat, maar niet veel. Zelfs nog geen vol palet. Oh, je bent al aan het kijken bij de. Nou, even op in de escape menu kun je het allemaal zien. Ja, dat klopt, maar. Ja, daar kunnen ook wel paletten buiten staan natuurlijk. Maar dat telt hij ook nog Ja, mee. waarom? Die telt hij ook mee op het moment dat ze nog in de trigger staan. Oké. Er staan Dan zes paletten staat er dus suiker. oké. Klopt dat? 1, 2, 3, 4, 5, 6, ja. Hier staan zes paletten suiker en er zit ook 6000 stond er op de Iedereen. lijst. Ja. Dus die telt hij gewoon mee, die buiten staan. Maar goed, dat is handig voor de volgende keer eventueel. Kijk, het meel gaat sowieso heel hard. Dat is bijna alweer op. Wat is erop? Zag ik. De mail was bijna op, zag ik. Bij de Zeg bakkerij. maar. Nee, bij de molen, die staat helemaal vol. Ja, die staat helemaal vol. Die zit zelfs zo vol dat hij niet meer verder kan. Juist. Daar kunnen we wel even die trailer langs zetten. Ja.